om af te sluiten, gaan we het eindigen in, bij tegen tijd en nummer is toch wel positief. Want ik geloof erin. Het is niet autobiografisch, hè? Ik vertel het gewoon als gemakkelijker voor jullie. Ik geloof erin dat die ene vrouw die daar zit, dat zij de ware is. Dat ik op haar wacht, ook in moeilijke tijden. En dat is toch positief, hè? En ik moet eerlijk zeggen, dat nummer heb ik bijna, maar ook bijna zelf geschreven. En dat is eigenlijk mijn kindje, mijn eerste kindje. Ik heb echt nul ervaring in teksten schrijven. Maar daar is het mij toch wel zo goed als gelukt met de hulp van de songwriter. En het heet Ik wacht op jou. Als ik nooit meer kijk, maar naar de glinsters in je lach, dan kun je dagen zonder leven zonder jou, kan ik hier aan. Maar tussen droom en werkelijkheid wacht de volmaakte eenzaamheid. Dan kan ik plannen smeden, jij betekent meer voor mij dan mogelijkheid. Ik wacht op jou, ik hunker naar je adem. Ben stil maar vastberaden, de wind zal keren. Ik heb geen haast, ik wacht op jou. Mijn tijd zal wel vaak komen. Dit zijn geen dwaze dromen. Het zijn bewijzen dat we voor elkaar zijn gemaakt. Ook al ben ik nu alleen, voel me vredig. Veilig in mijn oase, kijk eens.
Ik hoop dat jullie een beetje van genoten hebben. Het was voor mij eigenlijk dus een primeur voor jullie. Dat ik een paar nummers echt voor de eerste keer breng. En ik heb er enorm van genoten. Ik heb er enorm van genoten ook om mijn verhaal te kunnen doen. En dat we toch nooit opgeven van alles wat er gaande is in de wereld. Gewoon blijven gaan. Kop op. Rechtdoor kijken en niet achteruit. Dank u wel! Maar ziet, zij, Romina die kent mij goed, hè. In plaats van bloemetjes komt ze met een Bordeaux supérieur. Merci beaucoup, Romina, hè, pour le vin rouge. Hè. Merci beaucoup. Hè. Merci. En dank u wel, mensen, voor jullie enthousiasme. Ik zou zeggen, we gaan er subiet een opdrinken. Is het goed?